Welkom kijkers naar een nieuwe aflevering van Los Sport. Vandaag met samenvattingen van de wedstrijden van Spakenburg, IJsselmeervogels en wat speciale aandacht voor Eemdijk. Daarna de Toto en de vraag van de week. En ook twee gasten vandaag in de studio, twee spelers van Eemdijk. Te beginnen met respect voor de ouderdom, Jan-Pieter Hartog. Welkom. Ja, dankjewel. Je bent hier wel mee geweest, aanvoerder van Eemdijk. Klopt. Laatste seizoen. Of is dat nog... Ik denk dat er komt pas aan het eind dat je dat gaat vragen. Nee, maar dat ga begin vragen. Ik al nu al. Dat vraag ik nu al. Vorig seizoen zei je van nou, ik knoop er nog een seizoen aan vast. Ja. Maar we hebben verder nog niks gehoord. Nee, dat klopt. Het blijft nog even stil, denk ik. Dat blijft nog even stil. Oké, dan gaan we daar verder later nog wel even op in. En een rookie van Eemdijk. Eerstejaars Jeffrey van de Dikkenberg. Welkom. Dankjewel. Jij hebt het eerste jaar van Eemdijk tot zover met wat ups en downs ervaren, denk ik. Ja, ik begon eigenlijk alle basiswedstrijden, of alle wedstrijden in de basis. En daarna raakte ik een beetje op de bank en dan is het weer knokken. En de laatste paar weken sta ik weer in. En gelukkig gaat het gepaard met goede resultaten, dus dat is altijd lekker. Als individu, maar ook als team. Nou, straks meer over jullie team en jullie prestaties. Nu dan eerst de wedstrijd van Spakenburg. Die speelde afgelopen zaterdag tegen Jong Vitesse. En daar waren dus de omstandigheden nogal woest, zoals bij die andere wedstrijden van dit weekend. Regen en wind trotseerden de Westmaat. Hadden de voetballers daar last van? Het niveau was in ieder geval bedenkelijk. En Vitesse doet het er nog het beste op de Westmaat. Het scoort hier de 1-0. 21ste minuut. Lars ten Tijen loopt aan tegen de voorzet. Loopt ook nog aan tegen keeper Jori Dekkers. Maar de Arnhemmers staan voor. En Spakenburg bakt er niet zoveel van. Misschien wel de slechtste wedstrijd van de Blauw-Witte dit seizoen. Atjefai is een speler van het belofte team met een talent dat nog wel eens terug kan komen in het eerste van Vitesse. De nummer 11, continu gevaarlijk. Hier een vrije bal. En daar is die, Atjefai. Ja, dat is niet zo moeilijk. Hij krijgt hem op een presenteerblaadje, maar wat een gat is daar. En wat een ruimte voor die speler van Vitesse. Geen buitenspel. En zo is het na rust. 2-0 waar Spakenburg had gehoopt met wat omzettingen en de motivatie toch de gelijkmaker te gaan scoren. Het gaatje is nu 2 punten. En pas in minuut 63 zien we hier de eerste serieuze doelpoging van Spakenburg. Mike Vreekamp. Dan, misschien lukt het nog. Er is nog tijd. Philip Ties. Zo leert. En op het laatst zet die verdediger zijn voeten tegen. En rest Spakenburg niets meer dan een corner van de Zanden. De wil is er wel in die tweede helft. Maar het ontbreekt aan scherpte. En dan gaan we naar de mooiste actie in deze wedstrijd. Atjefai legt aan. En Jori Dekkers, keeper van Spakenburg, pakt daar die bal stijlvol uit de hoek. Behoedt de Blauw-Witten voor een grotere nederlaag. Want ja, die komt er. De 3 punten gaan mee in de bus naar Arnhem. En Spakenburg speelt een wedstrijd om heel snel te vergeten. 3 minuten voor tijd. Dit lijkt nog wat te worden. Maar het zal niet meer worden dan als die al zit. Een eretreffer. Vrij wegdraaien. Maar dit is zo'n middag waarop dat niet lukt. Spakenburg 0, Jong Vitesse 2. Een nederlaag voor Spakenburg. Jan-Pieter, in hoeverre volg jij Spakenburg? Ja, eigenlijk niet. Op de ranglijst, hè, op teletext. Maar voor de rest hebben we daar eigenlijk geen tijd voor. Want we moeten zelf ook elke keer voetballen. Dus, ja. Maar ook geen aversie met... Nee. En Jeffrey? Ja, ik sluit me een beetje aan bij Jan-Pieter. Het is eigenlijk een beetje dat je het zeg maar via Twitter of via teletext een beetje volgt. Maar het interesseert me ook niet echt heel veel. Ik heb er nog... Twee dingen uit van deze wedstrijd. Salimi,
Daar hebben jullie alle twee mee gevoetbald. Ja. Jeffrey, had jij verwacht dat hij zo hoog zou komen? Ja, ik heb in de A1 met hem gevoetbald. Ik was altijd wel een goed lopend koppel met hem. En toen kon ik al wel zien dat hij echt heel veel talent heeft, heel veel drive heeft. Hij is heel gevaarlijk, heel dreigend. En ik vond het best wel een gewaagde stap dat hij van Eemdijk naar Spakenburg durfde te gaan. Maar ik had al wel het gevoel van als hij er echt volle bak voor zou willen gaan. En die knop kan hij omzetten, dat hij het ook wel zou bereiken. Ik vind het zeer knap. En ja, het is zijn eigen verdienste dat hij ook al twee derbies heeft mee mogen doen. En ook nog gescoord. Dus dat vind ik een hele knappe prestatie. Zeker. Jan-Pieter, die heeft de laatste drie seizoenen, of twee seizoenen met hem gespeeld. Wisselvallig. Ja, je kan wel zien dat hij talent heeft. Nog steeds heeft. Hè. Ik had verwacht dat hij dat wel kon, maar dat hij dat nu al zo goed zou zijn, dat had ik niet verwacht. Want ik hoor hele positieve verhalen over hem. Ik zie dat dus niet, maar goed, ze zijn helemaal lyrisch van hem, dus dat had ik niet verwacht. Wat ik gezien heb, was inderdaad goed. Ik heb hem ook het verleden heel vaak bij Eemdijk gezien en ook vaak niet gezien. Hè? Dat was net zo. En ik heb hem wel gezegd van, joh, als jij wat doelmatiger wordt, dan verkoop ik je zo aan Paris Saint-Germain. Maar... En hij moest ook wat rustiger worden, want in het begin was hij nogal een kaartenverzamelaar. Ja. Maar wat ik gezien heb bij Spakenburg was goed. Dus, ja. Mooi. Ja, inderdaad. Ik had het niet verwacht dat hij het zou redden, maar het ziet er goed uit. Dus positief. Dan nog een andere zaak. In mijn ogen de beste speler van Spakenburg, Ties, die moet weg. Ja, dat heb ik gehoord. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik kan er eigenlijk niks over zeggen, want ik ken de hele man niet. Dus. Ja, ik ook niet. Ik weet wel dat het een gerespecteerd voetballer is op dit niveau. Ja, en hij schiet er geloof ik 2 in, toch? Toen hij het hoorde. Die ja, meteen daarna wel. Ja. Maar goed, ja, hij is een van de schutters van ja, dan geeft hij wel zijn visitekaartje af. Ja. En ik denk dat Spakenburg op dit moment... Willen ze echt richting die top 3 gaan, toch dat soort voetballers wel moeten behouden. Ik bedoel, het scoren, het vermogen, daar ontbreekt het nog wel eens een beetje aan. Denk ik. Dus ja, zonde. Maar er zou wel een reden achter liggen. Waarschijnlijk wel. Ik ken hem niet. Maar ik had het niet verwacht. En misschien dat ze er nog op terugkomen. Maar waarschijnlijk niet. Goed, dan de volgende wedstrijd die we dan uit gaan zenden hier is de wedstrijd van Kozakken Boys tegen IJsselmeervogels. En Al Zouti met 1-0. Dan valt hij binnen in de 25e minuut. Geweldige actie van Vincenzo. En El Azouti kan die bal binnentikken. En dan is het 1-0 voor de thuisploeg. Schaap mist die bal. Hard ook voorgegeven. En El Azouti er als de kippen bij om die bal binnen te tikken. Nu gaan we staken. Het heeft te maken met het onweer. Dit is echt niet te geloven. Wij zijn even weg. En daar zijn we weer terug op Sportpark De Zwaaier. We zijn even weg geweest in verband met onweer. Een te groot risico volgens scheidsrechter Jeroen Vries. Van Nuland. Oh, Vincenzo duikt erop en daar is de 2-0. Het appel is voor buitenspel, maar de vlag blijft omlaag. En dan is het gewoon 2-0. Niemand hield rekening met Vincenzo. En die duikt daar toch in één keer op het paasje van Nuland. En hij met de 2-0 voor Kozakken Boys. Vincenzo, handig met het lichaam, is Van Leijenhorst kwijt. Dan de paas op El Azouti. Goeie redding van Schaap. Stout. Met hem kort. Mark Veenhoven. Goeie bal. Eekman helemaal vrij. En dan met de tweede paal. En Schaap en dan El... Nee. Het is Montero. Dan zijn het zomaar de mannen die dit sportpark gaan verlaten en die hier een hoofdrol spelen. Want daar is de goal. Bot, Eekman doorgelopen. Eekman, een heerlijk kwereldstout. Ook hij volgend seizoen bij de Vogels. Jongens, wat is dit voor een verhaal aan het worden. Weer een afvallige die scoort. Eekman met de voorzet. En daar Kwereld Stout. Ook hij volgend seizoen op de Westmaat te bewonderen. Laat hier alvast zijn visitekaartje zien. Van Riel.
Geen goede bal. Vincenzo weggestuurd door El Azouti. Geen buitenspel. Daar gaat Vincenzo. En daar is El Azouti. En die mist hem. Hoi, hoi, hoi. Wat een kans voor hem. Handig. Stout. 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 En El Azouti met nummer 2. En de 5e voor Kozakkenboys. En het publiek zingt. Ze krijgen voetballes. En daar is geen woord aan gelogen. Want IJsselmeervogels wordt weggevaagd. En let dan op de beweging van Gweron Stout. Hier krijgt hij de paas. Wacht, wacht, wacht. En dan komt hij bij Azouti. En dan de harder toch nog. Nee, het zit ze niet mee, de vogels. Dan zijn ze er wel. Die paar kansen. Maar dan is het altijd weer de sta in de weg. In de vorm van doelman Den Hartog. En dan is dit het eindsignaal van de scheidsrechter. Met horten en stoten vanwege het weer zijn we aan het eind gekomen van de wedstrijd tussen Kozakkenboys en IJsselmeervogels, waar de koploper is weggevaagd. Kozakkenboys wint met 5-0. Volkomen verdiend op eigen sportpark De Zwaaien. Goed, de grootste nederlaag van IJsselmeervogels in de laatste 10 jaar. En dat komt hard aan. Jullie hebben alle twee nog wel wat betrokkenheid met IJsselmeervogels. Jij uit de jeugd, jij wat langer heen en terug nog een keer met IJsselmeervogels. Hoe voel je dat nu aan als het met zo'n nederlaag? Ja, kijk, ja, ik voel daar nu niet zoveel van, want ik ben er nu niet bij betrokken. Maar je verwacht het niet natuurlijk. Zeker niet als je om de titel mee speelt, dat je een keer 5-0 weggevaagd wordt. Zou op zich niet mogen gebeuren, maar ja. Je hebt er wel eens van die wedstrijden tussen. En Ajax werd onderlaatst met 6-2 weggevaagd. En wint daarna van Real Madrid. Dat was toch weer wat anders, denk ik. Is dat ook niet een beetje, dat is een boute uitspraak, maar mooi weer voetballers bij IJsselmeervogels? Ja, weet ik niet. Want ik ken daar niet zo heel veel spelers van. Ik heb daar nooit mee gespeeld met Michael Dijden dan. Maar met heel veel niet in ieder geval. Dus of dat echt mooi weer voetballers zijn, durf ik niet te zeggen. Oké, dan je noemt hem Michael de Harder. Dat is hetzelfde verhaal als Salimi. Gaat terug naar IJsselmeervogels. Weinigen hadden verwacht dat hij een basisplaats zou veroveren. Wat dachten jullie? Nou, ik dacht eigenlijk, misschien was ik een van de weinigen, maar ik dacht wel dat hij zichzelf in de basis zou knokken. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar... Nou, wij zagen hem natuurlijk al elke training. En als je dan ziet hoe hij met een bal omgaat, ja, en goed, om de bal heen danst... Als de mensen verwacht hadden dat hij ging spelen, was het wel in ieder geval waren het mensen van Imdijk. Die verhalen hoorde je meer, denk van IJsselmeervogels, ja. Mensen van, nou, ik moet eerst nog maar eens gaan zien of hij gaat spelen. Dat idee hadden wij niet, hoor. Okay. Maar het blijft knap natuurlijk, hè, want je kan wel heel goed kunnen voetballen, maar je moet wel je erin spelen. Maar dat had misschien mede ook te maken met die soap rondom zijn transfer eventueel naar Spakenburg natuurlijk. Dat ze wat cynischer waren over Michael. Maar hij had natuurlijk zoveel ervaring in zijn rugzak dat hij... Dat hij eigenlijk op dit niveau wel mee zou moeten kunnen komen. Nou, dat heeft hij ook wel bewezen. Want hij is geloof ik een van de belangrijkste spelers momenteel bij IJsselmeervogels. En ook de positie waar hij speelt, hè? Dat is belangrijk. Want in het verleden werd hij wel eens op rechts middenveld gebruikt. Maar centraal in het midden achter de spits is toch wel zijn positie. Nou, ja, zeker. Dat heb je bij ons kunnen zien. Ja, dus goede verdiensten van hem. Ik had het in eerste instantie ook niet verwacht. Ik had gezegd, nou, je kan beter bij Imdijk blijven, want dan speel je in ieder geval derde divisie. Maar hij heeft het knap gedaan, petje af. Dus ja. Nog even iets anders. 24 jaar geleden speelde IJsselmeervogels ook tegen Kozakkenboys uit voor de play-offs. Ik was toen leider van de C1 en dat was een leuk incident. We kwamen eraan als voorwedstrijd voor het grote gebeuren. En de outfits van beide clubs die zijn ongeveer gelijk. En dus moest IJsselmeervogels in de reserveshirts gaan spelen. En ja, die waren alleen beschikbaar van het eerste. En Marinus Koelewijn, de kleinste van het veld, die moest het shirt aan van Rob Hopman. En die is dus 2,06 meter. Ja. Dus daar liep een speler over het veld met een shirt tot aan zijn sokken. Dus dat was net een Arabier in het paars, want het was toen een paarse outfit. Dat was wel even een... bijzonderheidje naar aanleiding van de rest van het Kozakkenboys IJsselmeervogels. Goed, dan zijn we nu toe aan de wedstrijd van Eemdijk. Jullie zitten in een hele belangrijke fase. Met een aantal tegenstanders, misschien dan met uitzondering van Quick Boys. Waarvan je kan zeggen, er zitten
punten in. Er zijn punten te verdienen. En dan was dus afgelopen zaterdag de eerste om punten te scoren was Ajax. Priemende regen, harde wind, teisterend Sportpark De Vinken. U ziet een lege tv-toren. Onze cameraman koos ervoor om plaats te nemen op de droge zittribune. Tussen alle mensen die ook die veiligheid van het dak en de beschutting verkozen. Het veroorzaakte wel een gepiep. Onze camera, het geluid, dus staat de knop vanaf nu op nul. Dat betekent geen achtergrondgeluid om de oren van de mensen, van de supporters te sparen. We zien een vlijtig Eemdijk. Het wacht tot Ajax komt en pakt vervolgens dan de omschakeling. Dat leidt hier tot de 1-0. Minuut 11. David van de Groep ontvangt de bal van El Hamdi. En met een fraai schot schiet hij de groen-witten op het bord. In Heemskerk een paar weken terug was het 5-2. Het zou mooi zijn als Eemdijk in iets van een flow terecht gaat komen. Oei, dat is buitenkant paal. De gelijkmaker is hier heel dichtbij. Maar Eemdijk gaat door. Het zet Ajax goed vast. Het levert veel strijd en niet eentje, maar als ploeg zet het een blok. Verovert het snel de bal en het leidt tot kansen. Onder druk moet Ajax de bal inleveren aan Eemdijk. Eemdijk speelt een hele goede eerste helft. Zakaria Elbenaar met de voorzet en daar is het Yannick Bouw. Bouw is eerder bij de bal dan keeper Veenboer van Ajax. En daarmee verschalkt de slimme spits de keeper van Ajax en zet zo Eemdijk op 2-0. Jan-Pieter Hartog wijst. Middenveld ontvangt, verlengt de bal. Goed strijd leveren met elkaar en dan opschuiven. Ajax komt onder druk te staan. Gaat de bal weer naar rechts, naar El Banai. Voorzet en daar zit Van Eken. Kopt maar net over de goal. Eemdijk reigt de kansen aan één. Het speelt met lef, het speelt enthousiast. Bal in het veld, maar daar heeft niemand last van. Het spel gaat gelukkig voor Eemdijk door, want een voorzet levert hier de 3-0. Yannick Bouw kopt daar weer. En verschalkt de doelman van Ajax wederom. Zijn tweede goal, de spits, is opgevallen. Gaat naar VVSB. En bewijst een neusje voor de goal te hebben. Dan een half uur ruim gespeeld. Ajax probeert wat terug te doen. En met een 3-0 voorsprong ligt onverschilligheid op de loer. Hier wat nonchalance, gemakzucht. En het wordt gelijk afgestraft door de ploeg uit Amsterdam. De goal is er door Misa Danzo. En dan is het weer 3-1. 4 doelpunten in die eerste helft. Net voor rust. Eemdijk weg met Michel Goossensen. En daar is hij weer. Zakaria El Benay. En die bal wordt maar net gemist door Bouw. Ruststand 3-1. U mist in de opstelling van Eemdijk rechtsback Zeger Beukers. Hij was afwezig omdat hij vader ging worden. Dat is ook gelukt. Hij is zondag vader geworden van een dochter. Zeger namens de redactie hier van Los Sport van harte gefeliciteerd. En wees er gelukkig mee. Dan de eerste 30 minuten, die waren super. Jan-Pieter. Ja, zeker. Die waren een beetje vergelijkbaar met Odin eigenlijk. Kwamen we ook binnen een half uur op 3-0 voorsprong. En dat hadden we nu weer. Hadden er ook wel 5 kunnen zijn. Hadden er ook 5 kunnen zijn. Maar ik ben al blij als we 3-0 voor zijn, hoor, na een half uur. Überhaupt daarvoor komen is wel prettig, ja. Ja, dat voetbalt wel een heel stuk makkelijker. Ja, dat scheelt. En man, Jeffrey, dan ging het op een gegeven moment toch weer wat slordig in het middenveld. Ja, weet je wat het is bij ons? We komen dan in een positie dat we eigenlijk gaan achterover hangen even. En dan gaat het net fout bij ons. Dan zijn we niet meer scherp of niet gefocust. Ja, en dan krijgen we zo'n onbenullig breedteballetje en die wordt onderschept en het is gelijk een goal. Dat is dus echt het verschil met een derde divisie of een hoofdklasseclub. Ja, en daarna is even uitzitten tot de rust. Nou, weet je dat ze na rust eerst kwartier gaan komen. Ja, en dan moet je op voorbereiden. Maar alle 3 doelpunten van een bijzondere schoonheid, kunnen we wel stellen. Ja, zeker.
Drie hele mooie doelpunten. Ja, dus ja, die Jannik Bouw die gaat dus naar VVSB. Maar ja, het zou toch beter zijn, denk ik, als hij nog een jaartje bij Wim Dijk bleef. Ja, voor Wim Dijk zeker natuurlijk. Ja. Want dit is echt een scorende spits. Ja, voor hemzelf begrijp ik op zich de keus wel. Zou hij echt kans willen maken op Spakenburg en IJsselmeervogels? Weet ik niet wat je beter kan doen. Goed, we zullen het afwachten. We zullen het zien volgend jaar. Ja. Dan de tweede helft van deze wedstrijd. Kijk naar de vlaggen. Een straffe wind waait over het veld. Nog steeds in die tweede helft. En keeper Veenboer ziet die bal bijna in zijn goal waaien. En kan nog net zijn vuist er tegen zetten. Hoekschop. Eemdijk drukt in het begin Ajax naar achteren. Want ja, liever de 4-1 maken dan dat de 3-2 op het scorebord komt. Het lukt bijna hier door Jordi Huigen. Ajax gevaarlijk, maar Ruizendaal ziet de bal over zijn goal gaan. Vrij trap van Eken. Hoekschop. Goeie redding, keeper Veenboer. Eemdijk gaat naar de uitbreiding van de voorsprong. Want kijk, er wordt op de goal geschoten. Niet goed verwerkt. En daar staat Jeffrey van der Dikkenberg. En scheidsrechter Roeleveld wijst naar het midden. Er is nog even een protest vanuit Ajax hoek voor een buitenspel. En ook Eemdijk was er even bevreesd voor. Maar er staat een speler van Ajax op de goede plek. Van der Dikkenberg, geen buitenspel. Kijk nog even, wat doet de grens? Die vlag blijft naar beneden. Roeleveld is een ervaren scheidsrechter. Hij wijst naar het midden. En weer een veilige marge van 3 doelpunten. Er zit meer in voor Eemdijk. Barnai, wat doet hij hier? Zakarie El Barnai, gaat hij over het voetje? Nee, gebaard de scheids doorspelen. En ook geen commentaar vanaf de bank. Mondje dicht, gebaard trainer Ruud van der Geest. Maar Ajax blijft op zoek naar die 4-2. En er is toch wel een stukje gemakzucht weer. Want hoe kan het anders dat die bal in de goal valt? Er wordt niet goed ingegrepen. En de speler van Ajax, Bouwman, is wat attenter. Maar is hij weer teruggebracht tot 2. Dan gaat Eemdijk wisselen. Klaas Bout komt in de ploeg. En even later ook Jasper Bolland. Hij vervangt de andere spits, Bouw. Dat is minuut 83. 1 minuut later. Eemdijk neemt een hoekschop. Wie is daar met een uitgestoken voet? Dat is Jasper Bolland. Koud in het veld. Of hij laat zich zien. Maakte bekend te stoppen. En wat gebeurt er nou eigenlijk? We zien, je steekt je voet uit. En de bal gaat in de goal. Zo simpel kan het zijn. Het zegt natuurlijk alles over de klasse van een speler als Jasper Bolland. Dan lijkt de wedstrijd gespeeld. En neemt Eemdijk wat gas terug. En dat betekent dat je een mannetje vrij laat staan. Is toch wel een valkuil hoor bij Eemdijk. Die gemakzucht als het even lekker gaat. Want die 5-3 was niet nodig. Komt toch op het scorebord gemaakt door Pronk. Wat blijft hangen is een heel mooi gevoel, want er wordt gewonnen de tweede keer achter elkaar in de competitie. En het is een mooie opsteker voor de belangrijke wedstrijd tegen De Dijk, een rechtstreekse concurrent tegen degradatie. Een mooie overwinning, belangrijke overwinning. De tweede, zeg maar, in de serie die neergezet moet gaan worden. Jeffrey, de VAR was niet nodig, geen buitenspel, dat doelpunt? Nee, zeker niet. Die nummer 3 van Ajax stond er gelukkig nog achter. Ja, dus dat was wel lekker. Die 4-1 voelde wel bevrijdend. Want we wisten dat Ajax zou komen. Ja, en als je dan uitloopt naar een marge van 3 doelpunten, dan mag je nu toch wel aannemen dat dat veilig genoeg is. Ook al weet ik niet of iedereen op de tribune er ook zo over dacht. Allemaal een beetje ontstaan naar listen natuurlijk. Ja, maar voor ons is het nu wel lekker dat je 2 keer op rij wint. En dat is zeg maar de inzet van de Houdini-act, hè? Spreken we dan over. Ja, ik heb hier staan van de doelpunten in de tweede helft vielen op het juiste moment. Ja, als je per ongeluk 3-2 tegen krijgt, dan krijg je het nog heel zwaar. Ja, dus dat leek er af en toe op, want Ajax was af en toe toch te gevaarlijk.
Maar goed, ze scoren wel twee keer. Maar ook twee keer waarvan ik zeg, verdedigend was dat niet helemaal... Het was niet sterk. Ik vraag me ook af of het gebeurd was als we 3-2 voor stonden. Nu is zoiets van 4-1. Kan nog wel een doelpuntje tegen. En dat heb je wederom bij 5-3. Met nog vijf minuten. Met nog vijf minuten eraan. Maar goed, dat mag natuurlijk eigenlijk niet gebeuren. Nee, dat mag ook niet. Dat klopt. Maar goed, dat is wel iets wat... Nou, sinds ik bij Imdijk ben, is dat er al. Op het moment dat wij een marge van 2 hebben... Dan is het even zo van, kan nu wel eventjes. Goed, maar in de derde divisie kan dat dus niet? Nee, dat mag niet. Tuurlijk, dat mag eigenlijk nergens. Maar goed. Maar goed, even dan teruggaan in de tijd. Jullie zijn gepromoveerd. Nu loopt het. Ik was onder de indruk van het voetballen, met name het eerste half uur. Maar in de eerste helft van het seizoen hebben jullie heel veel punten laten liggen. Onnodige punten laten liggen. Was dat naïviteit? Was dat... Het wennen aan het niveau of geen optimale instelling? Nou, ik denk niet dat het aan de instelling heeft gelegen in ieder geval. Ik denk wel dat het een samenloop is geweest van alles bij elkaar. Hè. Je gaat en een niveau hoger en er gaan bepaalde spelers weg. Er komen nieuwe spelers, nieuwe trainer. Alles is nieuw. En daar is dit niveau dan misschien net even te hoog voor. Want je hebt niet de tijd om even rustig aan te gaan bouwen. Dat is wel gebleken. Dus dan moet je geluk hebben dat alles net meteen goed valt. Maar dat viel het niet. Nee, want je verliest tegen Hoekpunten. Je verliest tegen Vog eigenlijk punten. Tegen Sneek. Uit Groningen. Dan had je zo 6-8 punten meer kunnen hebben. Ja, klopt. Kijk, en dan moet ik zeggen, tot aan DVS viel het eigenlijk nog wel mee. Want de voorbereiding deden we het eigenlijk best goed. Het begin van de competitie verloren we nipt, maar het had net zo goed de andere kant op kunnen vallen. Dus tot dan toe was er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. Alleen op het moment dat we toen we tegen DVS verloren, ik weet niet wat er toen ingeslopen is, maar toen ging het heel hard naar beneden toe. Ja. En het zijn eigenlijk nu net een beetje de punten die je mist. Hè? Nu staan we 16e en als je dan echt veilig wil spelen, moeten we nog minimaal een afstand van 13 punten overbruggen. Maar we hebben nog 10 wedstrijden. Maar ja, stel dat je nou in die wedstrijden die je allemaal verloren hebt, een puntje of 8 nog meesprokkelt bij elkaar. Ja, dan is het gat veel kleiner. Het is veel realistischer. Dus nu is het voor ons zo moeilijk om ons direct veilig te spelen. Dat we nu wel vol voor de PD moeten gaan, denk ik. Ja, had je die 8 punten zeg maar, uit de eerste helft gehad, dan had het nu een stuk makkelijker geweest. Ja, voor onszelf wel. Ja. Zeker. Dan zit je er dichterop. Alleen nu wordt het sowieso een hele klus om er ook gewoon rechtstreeks in te blijven. Want we hebben nu 2 keer gewonnen, maar als je zaterdag niet wint... Ja, het is niet voor niks geweest, maar het is wel, wel een cruciale wedstrijd. Zaterdag is een cruciale wedstrijd en dan krijg je nog een paar wedstrijden. Ja, SCC, Achilles. Ja, dus daar waar punten te halen moeten zijn. Alleen zeg maar de eerste 4-5 wedstrijden is Quickboys misschien een uitzondering. Noordwijk. Maar ik heb, dat is de laatste wedstrijd. Ja, dat is de laatste wedstrijd. Ik heb jullie dan gezien tegen Quickboys uit. Nou, dat ging ook niet verkeerd. Ja, dat was heel verrassend. Dat had ook een gelijkspel kunnen zijn. Zeker, Quickboys was dan wel iets beter. Maar goed, de betere ploeg wint niet altijd. Nee, dat klopt. Maar daar, als wij zo voetballen, zoals we de afgelopen 2 wedstrijden hebben gevoetbald... dan zal ik niet zeggen dat Quickboys zomaar wint bij ons thuis. Hoor. Nee, daarom. Dus wat is de invloed van de nieuwe trainer, van de Geest? Ja, goed... Eigenlijk op het moment, en daarmee wil ik trouwens niet Hans heel veel tekort doen, maar wat ik heb gemerkt vanaf het moment dat Ruud het overgenomen heeft, is dat er in ieder geval een bepaalde ontspannen sfeer teruggekomen is. Waarvan je eigenlijk niet door had dat de sfeer gespannen was of zo. Eigenlijk, het is een beetje vreemd om te verwoorden, maar die ontspannen sfeer die is teruggekomen. Ja. En die was er niet. Dus de stress is weg? Ja. Ondanks je stress zou moeten hebben vanwege je positie op de ranglijst. Ja. Je voetbal nu vrij uit, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Deden we misschien toen ook al wel. Maar toch was er een bepaalde spanningsboog tussen de groep en de trainer, denk ik. Dat ervaarde ik zelf wel eens een beetje zo. En op het moment dat we hoorden dat hij moest vertrekken, was er een soort van... opgeladen sfeer of zo. Ja, want ik vond het vreemd. Ja, vreemd. Net alsof we allemaal wel een beetje... Ja, niks en nadelen van Hans hoor. Maar ons een beetje bevrijd voelden. Gek is dat eigenlijk.
Ja, ik moet zeggen, ik had dat niet door hoor. Maar het bleek wel dus dat heel veel spelers dat hadden. Oké, dus dan is het achteraf een goede zet geweest. Ja, dat kunnen we misschien pas bepalen na 34 wedstrijden natuurlijk. Want de resultaten kwamen ook niet gelijk toen Ruud het overnam. Maar dat kun je niet verwachten, want het zelfvertrouwen was van... eigenlijk van misschien vrij hoog zo erg gedaald in dat half jaar. Ja, nu komt dat weer een beetje terug. Ja, en goed, ja, een kleine omzet van 4-4-2 naar 4-3-3, drie weken geleden. Ja, dat... ja, zeg maar niet meer voetballen om niet te verliezen, maar gaan voetballen om te winnen. En dat is wel het grote verschil met hoe we daarvoor zeg maar, de wedstrijd ingingen. Dus alle vertrouwen is er? Ja, op dit moment is vertrouwen goed. En ik moet zeggen, eigenlijk ga je elke week weer met vertrouwen de wedstrijd in, hoor. Ook al hadden we 7-0 verloren of 9-0 verloren. Elke keer ga je weer met vertrouwen de wedstrijd in. Maar goed, dat werd heel vaak niet bewaarheid, dat vertrouwen. Nou goed, laten we het hopen. Dat het straks allemaal de goede kant op gaat. En via, misschien direct of via, als je een goede reeks neerzet. Als je gewoon 4 wedstrijden achter elkaar wint, dan kom je een heel eind, denk ik. En Dijk is sterk in de derde periode, hè? Daar gaan we nu voor. Goed, en dit was de eerste afgelopen zaterdag, de eerste wedstrijd van de derde periode. Dus wie weet komt er nog een periodetitel. Ja. Kan je meedoen, moet je ene week spelen om promotiedegradatie en andere week om promotie. Ja, dat mag niet, hè? Nee. Als je op PD-plek staat, dan verlies je je periodetitel. Ja, ja, maar als we een periode pakken, zijn we ook wel veilig, denk ik. Hoor. Ja, die kans het zou, wel, het zou heel knap zijn. Dat maar het kan, hè? Het zit er wel in, ja. Maar het is dus vorig jaar of twee jaar terug gebeurd met Flevo Boys, geloof klopt, ik. Ja, die degradeert, moesten PD spelen en hadden een periodetitel. Maar goed. Dan een volgende onderdeel, de Toto. Er zijn twee... Toto's ingevuld door, omdat er dus een week geen voetbal was. Frank van der Bos en Bram de Graaf, die hebben een toto ingevuld. En ook vorige week de twee broers en neef Holwerf. En het is waarschijnlijk een hele moeilijke week geweest. Want aan de resultaten te zien was het bedroevend. Eens even kijken... De Holwerven hadden 3, 4 en 5 goed. En Frank van der Bos en Bram de Graaf elk 4. Dus dat zijn geen geweldige uitslagen. Voorlopig gaan Zegen de Graaf, Erik Reuner en Michael de Harder aan kop. Met Michael de Harder die dan nog één wedstrijd, een inhaalwedstrijd heeft. Dus die kan nog één puntje stijgen als het moet. Hetzelfde geldt voor Selimi, die kan nog op 6 komen. En Rob Wilgen en Theo Hartog kunnen nog op 7 komen, dus dat is even afwachten geblazen. En dan de twee heren van vandaag. Zeer opvallend. Eensluidend in de uitslagen van de derde divisie. En slechts maar op 2 plaatsen een verschil. Dus één van de twee van jullie gaat winnen. Dat is... Dat is duidelijk. Maar wat mij opvalt is heel veel van deze uitslagen, van deze wedstrijden zijn redelijk voorspelbaar, lijkt het dan. Ja, dat is altijd op papier zo, hè? Ja, dus op papier lijkt het een makkelijke toto. Dus jullie hebben er wel 8 of 9 goed, zo te zien. Alleen ja, dan zijn er weer de verrassingen. Dus, ja. Maar goed, we kijken dan even met name naar de wedstrijden van de lokale clubs. Alle twee geen fiducie in de winst van IJsselmeervogels. Alle twee een gelijkspelletje. Ja, volgens mij hebben ze de laatste jaren wel moeilijk met Katwijk thuis. En het is eigenlijk puur een gevoel, hoor. Ik heb niet naar de stand. Ja, ik weet dat IJsselmeervogels natuurlijk bovenaan staat. Maar goed, puur gevoel. Ik denk gewoon dat dat gelijkspel wordt. Oké. Okay. Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Ja. Ik weet dat Katwijk gewoon altijd lastig is. En na die tik van vorige week... En Jan Zoutman is nu trainer van Katwijk, dus die wil ook wel wat neerzetten. Dus, goed, dan wel een verschil bij Scheveningen-Spakenburg. Jeffrey die zegt gelijkspel, Jan-Pieter zegt Spakenburg. De wens der gedachte? Ja, nou, ik denk dat dat ze wel ligt. En dan gaan ze lekker inzakken, het is uit. Nou, dan zijn ze gevaarlijk. Ik denk dat ze met een paar uitbraakjes gewoon meer scoren dan Scheveningen. Oké, ja, ik heb altijd standaard, als ik de total in moest vullen, gewoon de lokale clubs of winst. Maar dat is nooit een garantie geweest tot hun succes. Nee. Ja, en uiteraard
Eemdijk op winst. Hè? Dat kon niet anders. Nee. En ja, de andere wedstrijden in de derde divisie, die zijn ook zodanig dat je denkt van nou, dat moet wel goed komen. En laten we maar hopen dat Achilles verliest. Hè? Dus dan komt het allemaal weer goed. Dus zover de toto. Dan is er iedere week, worden de gasten gevraagd om een vraag te stellen. En vorige week is er een vraag gesteld door het Holwerf trio. Die hebben een vraag voor jullie. Dat wil ik even horen. Toch kan motiveren als je gaat stoppen om Eemdijk toch in de competitie te houden. Dat je, in principe doe je het niet voor jezelf, je doet het voor het team van volgend jaar. Kun je dan nog wel echt 200% geven om Eemdijk erin te houden? Nou ja, ik ben wel op zich. Ja, het is natuurlijk voor als je stoppend bent, dan zit je. Tenminste, als ik voor mezelf kijk, als je de laatste twee wedstrijden van het seizoen bijvoorbeeld nog hebt. Dat je al zoiets hebt van ik ben al toe aan het einde, is dat je al wat minder gemotiveerd bent. Dus als je zeg maar, aan het eind van je carrière zit, vraag ik me ook af van hoe ga je dat nog eventjes goed afmaken? Ja. Dus een klein detail hier, want de vragen waren oorspronkelijk besteld voor Jasper Bolland en Jan Pieter. Dus dat Jeffrey, ja, in dit geval voor jou, jij gaat niet stoppen, neem ik aan, op deze leeftijd. Dat zou wel heel erg zijn. Dan zou het blessure betekenen. Maar Jasper die stopt, dat is een ding wat zeker is. En ja, bij Jan Pieter is het nog de vraag dus. Dat is nog de vraag, ja. Kijk, het moeilijke voor mij is, ik voel me nog fit, ik vind het spelletje nog leuk. Het is puur de verplichting waar ik tegenaan loop. Hè, waarvan ik denk van ja, je kan eigenlijk gewoon in het weekend kan je niks. Je speelt 34 wedstrijden, je hebt je voorbereiding en alles erbij. Je kan gewoon nooit een keer wat doen. Dat is eigenlijk waar ik tegenaan loop. De rest vind ik alles nog leuk. Daarom is het ook een moeilijke keus. Okay. Maar ja, goed, de intentie is om te stoppen, dat wel. Want ja, je kan doorgaan, maar Jan de Graaf stopt, Jasper stopt. Er gaan nog een paar mensen weg. De keeper, ook jongens op leeftijd, zeg maar. Dus er komen allemaal jonge jongens bij. Klopt. Dan wordt het opa met zijn kroost in het veld. Ik word nu al opa genoemd, dus dat wordt dan helemaal erg natuurlijk. Ja. Ja, dus dat aan de andere kant is het natuurlijk wel lekker voor een jong team om een heel ervaren oudspoetser te hebben. Hè? De leider van de verdediging. Zeker, want wij als jonge jongens zijn natuurlijk wel deels ook afhankelijk van de oude garde natuurlijk. Jan-Pieter heeft natuurlijk jarenlang op het hoogste amateurniveau gevoetbald. Ja, dit is ook nog steeds een heel hoog niveau. En ja, je leert toch wel veel van die man. En hier en daar geeft hij een tip of een aanwijzing. Als jonge jongen is het altijd wel handig om die ook te gebruiken. En ik moet eerlijk zeggen dat het meestal ook wel werkt. Dus ik hoop persoonlijk dat hij nog een jaartje doorgaat. Okay. Eerste, tweede helft is belangrijk, maar de derde helft kan die ook goed. Dus het zou mooi zijn als je nog een derde helft aan vastplakt. Want stel dat het misgaat, dat Eemdijk weer gaat richting hoofdklasse. Nou, je wilt toch niet afscheid nemen met een degradatie? Met zoveel titels in je zak. Ja, maar misschien is dat ook wel. Misschien kan dat mijn keuze ook wel beïnvloeden. Kijk, laat ik het zo zeggen. En misschien zeg ik nu wel te veel, maar natuurlijk wil je niet degraderen. Ja. Maar stel dat we nu met een Houdini-act erin blijven, is de kans best groot of makkelijker om te zeggen van nou, oké, ik vind dit. We hebben weer een kunstje geflikt. Ik vind het zo goed geweest. Ik stop. Als we degraderen, is misschien een reden om toch nog een jaartje eraan vast te plakken. Nou, want de grote kunstenaars, jullie zijn dan wel geen kunstenaars, maar wel goede voetballers, die moeten eerst lijden om tot hun grote werken te komen. Jij hebt die grote werken allemaal in de pocket. Kampioenschap van Nederland met IJsselmeervogels en kampioenschap met Eemdijk. En dan, het lijden is gebeurd dan nu. En dat wil je toch, dat wil je toch niet. Dus ik kan het me voorstellen, hè, dat de keuze is moeilijk. Maar in beide gevallen is er een reden om het te doen. Ja. Maar even terugkomend op de vraag die ze stelden. Of ik het moeilijk vind om mezelf te motiveren. Absoluut niet, want ik wil eigenlijk nooit verliezen. Ja, of ik nu een potje mensen erger niet speel of wat dan ook. Ik kan eigenlijk helemaal niet tegen mijn verlies. Of nou...
in de middenmaat spelen of onderin. Dat is voor mij eigenlijk geen moeite. Dat tekent de meeste sporters die op niveau spelen, welke sport dan ook. Die hebben allemaal een hekel aan verliezen. Ja, maar anders zit je toch niet op dit niveau voetbal. Ik bedoel, als je het maar prima vindt dat je verliest, dan kun je beter een andere sport. Nou, er lopen er genoeg rond door in de Eredivisie, denk ik. Maar het ware karakter is niet willen verliezen. Goed, dan komen we aan jullie taak. Want ja, de familie Halwerf heeft een vraag voor jullie verzonnen. Nu moeten jullie ook een vraag verzinnen. Alleen we weten nog niet wie er volgende week in de uitzending zit. Maar daarom hebben we bedacht van Stephanie Gielkens is volgende week de presentator. Dus verzin een vraag voor Stephanie. Een vraag die mij dan te binnen schiet. Geen hele bijzondere vraag, maar wat vindt ze van het seizoen van Spakenburg nu? Want ze zijn eigenlijk uitgespeeld. Dus wat voor gevoel heeft zij daarbij? Hè? Hoe kijk je daarnaar? Waar wij in zitten in die situatie is ook niet ideaal. Maar als je nergens om speelt... Jullie spelen nog ergens om. Ja, dat klopt. IJsselmeerval speelt nog om de titel. Jullie spelen nog om erin te blijven. En Spakenburg speelt nergens meer voor. Daar komt het gewoon op neer. Ja. Oké, dat is een goede vraag. Goed, dan danken we jullie voor de komst. Graag gedaan. Volgende week is er weer een uitzending. Dan inderdaad wat we met Stephanie. Aanstaande zaterdag is er een uitzending weer van Loor Sport. Met in ieder geval een verslaggever bij IJsselmeervogels. En ikzelf waarschijnlijk bij Scheveningen tegen Spakenburg. En ik dank u dan verder voor het kijken. Tot ziens.